eiland hebben we trouwens rechts voor ons. Waar gaan we dan? Ik zie hem niet eens, joh. We hebben al een mango seed, joh. We kunnen onze eigen mango-bomen gaan groeien. Nice. Ja, daar heb je volgens mij die grote plots voor nodig. Ik denk het ook, ja. En dan kunnen we... We're gone. En dat was het. Het zit aardig vol met spullen hier trouwens, Don. We zijn even weg geweest, maar... Even plukken, ja. Vult hij. Ja, het is allemaal echt... Ik heb even geen idee meer. Ik moet even weer in de mood komen van Raft. Dat ik op een vlotje zit hier. Dit is wel mood, hoor. Mood. Goed. Ik heb eventjes nagedacht, Don. Dat doe ik wel eens in mijn leven. Over wat de volgende stappen zijn om te doen. En ik heb... Nou, is plannen, joh. Dat wil je niet weten. Oh... Meeuw! Het is er! Hij is... we horen hem. Sorry. In ieder geval, wat ik graag wil hebben, dat we moeten maken, is een extra smelter. Daar moeten we ons op gaan focussen. Dan kunnen we extra snel die dingetjes gaan krijgen. Wat wij moeten gaan doen, is eigenlijk die kleine kistjes hier, die moeten we eigenlijk gewoon gaan vervangen met grote kisten. Want die zijn echt gewoon helemaal ruk. Qua overzichtelijkheid. Ja. Dus dat lijkt me handig om op te focussen. Ik dacht, het lijkt me heel leuk om zo'n grasdingetje te maken. Waar je uiteindelijk die diertjes op kan krijgen. Oké. En we moeten uiteindelijk zorgen dat we ook een netlauncher hebben. Zodat we als we een diertje tegenkomen, dat we die kunnen vangen. Oké, dus dan hebben we metal ingot en 2 bolts nodig. Ja. Ik weet niet hoeveel metaal we momenteel hebben. Ik heb alleen nog 2 scrap nodig en dan kan ik hem maken. Ik heb hier. Ik heb het al. Oh. Okay. Laat maar, man. Jemig. Ja, ik probeer ook gewoon met hem. Ik help ook alleen maar. Help me. Ik heb geen speer meer. Help. Ja, ik ook niet. Ik heb geen speer. Oh, dus laat hem maar gewoon bij. Ik ga met... ik heb geen ammo. Met die boog? Nee. Ik wilde met een net schieten, maar stond bij no ammo. Je de haai vangt, Paul? Dat dacht ik. Misschien, I don't know. Waar kan je een net maken? Collective net hebben we wel, maar gewoon een normaal net niet. Net niet. Moet je die niet nog researchen? Denk het? Geen idee. Sorry, kijk jij maar. Ja, ik ga even loeren. Wacht, eerst moet ik even smelten. Sprinkler, dat is op zich wel nice. Oeh. Er zijn heel veel dingetjes ook weer bij. Oké, we hebben uiteindelijk een bee jar nodig voor een beehive. Oké. Empty bottles kunnen we uiteindelijk ook gaan maken als we dat plastic gebeuren hebben. Met alles op het raam is ook nog iets voor researchen. Oh, je moet uiteindelijk ook even een beter anker maken die we gewoon kunnen blijven herbruiken. Dat is ook een goeie. Ja. Dirt hebben we nodig. Ik heb een shovel toch gemaakt voor aflevering? Nee, ik heb het niet gemaakt. Die moeten we ook gaan maken, zodat we dus dat graspot kunnen maken. Voor diertjes. Even kijken. Wat hebben we nu over gekke dingen? En dat was het eventjes voor nu. Waar? Ik hoor hem weer. Hij staat... ons bloemetje. Ons lieve kleine bloemetje hier. Ik heb hem al geplukt. Ik heb hem al geplukt. Don't worry. Oké, maar hij heeft vers water nodig, gast. In een doos. Hoppa. Lekker. Even alles voorbij gaan vullen. We hebben nog genoeg dingetjes nodig. Sowieso als we een eilandje zien, moeten we die even hebben. Is goed. Als we dat uiteindelijk kunnen vinden. En dan moeten we ons focussen op de dingetjes. Even kijken wanneer we zo'n extra smelter kunnen maken. Want we hebben hier een aantal dry bricks. Die had ik neergelegd vorige aflevering. Daar heb ik er nu 3 van. En hoeveel hadden we het ook weer nodig voor zo'n smeltertje? Even kijken. We hadden er 6 nodig. Nou, ik heb er dus 3. Dus dat is top. Dat we nog 3 nodig hebben. Even kijken, waar kunnen we wet bricks maken? Want ik heb ook heel veel daarvan. Klei halen we eruit. 1. Ik kan er eentje maken. Heb ik nog zand? Ja. 2. Heb je toch nog 1 klei ergens? Toevallig niet. Ah, ik heb het helemaal anders wel een extra zand kunnen hebben. True. Nou, dan moeten we daar eventjes op wachten tot we een eilandje hebben. En dan moeten we 1 kleitje hebben en dan een extra smeltertje. Dus dat is top. Ja, we moeten echt even die grotere kisten maken. Want ik merk gewoon... Ik heb wel echt heel veel van 1 ding bij me. En die moet ik eigenlijk gewoon even kwijt. Ja, precies. Daarvoor hebben we scrap, rope en hinge nodig. Hinge hebben we. Zal ik ze anders even maken? Ja, is goed. Moet ik even wel alle materialen hebben. We hebben alleen geen rope. Ik heb nog 3 rope en ik kan erbij. Maar hoeveel moet je hebben? Ik moet nog 2 hebben, zeg maar, om 1 kistje te maken. Oké, dan maak ik wel even extra. Hier, take 4 rope. Thank you en bedankt. Zo, dan heb ik een... Thank you. En bedankt. Zo, ik zal hem eventjes... zit die dry bricks nu. Meeuw, stik op! Even die dingen farvesten en zo. Nou, hebben ik verwijder die ene scarecrow even, want die doet niks meer. Nou, die is echt kapot als ik weet niet wat. Poch, ik kreeg de spullen voor terug. Oh, kan je nieuw maken? Kan het? I did it. Yo. Maar ik deed even anime geluidjes. Nou, dat is niks mis mee. Ja, van even...
Oh, je innerlijke nanny. Oh, gasp. Innerlijke nanny. Heel goed. Bier. Ik heb die twee kisten bijna leeg gegooid. Oké. Dus dat was helemaal goed. Is dit al ding al klaar? Ik ben even gewoon metal aan het smelten. Ik weet niet waarom. Maar moet uiteindelijk toch gesmolten worden. En die andere storages moet ik even... die zijn nu allemaal leeg. Die ga ik nu eventjes removen. Even kijken. Ja, dan krijg ik ze... Ik denk dat we die small storages maar beter weg kunnen gooien dan. Of wil je toch dat we ze bewaren ergens? Ja, aan het eind van de dag zijn het wel storages. Dus we kunnen bijvoorbeeld daar extra zeldzame dingetjes in doen of zo. Ik krijg zo even hier neer, zo. Ja. Dan doe ik daar bewijs van het eten in ieder geval. Goeie. Hoor, de haai komt eraan. Prik. Ik kan niet prikken. Dan moet jij even doen. He's not... Oh ja, ik heb hem net op het laatste moment. Is hij dood? I'm the intermediate shark hunter achievement. Lekker gast. Zo. Nou, het is redelijk een beetje georganiseerd. Boega. Oh! We hebben er 3 van die hoofden. Ja, ik ga ze echt weggooien. Het is echt troep. Ja. Ik heb trouwens eten heb ik in de small storage gedaan. Dus mocht je iets nodig hebben... allemaal cooked food zit daarin. Oh, oké. Raw food zit in de andere. Ook met de vis een beetje oppassen met wat je gaat koken in ieder geval. Om die sharkbaits te maken. Ja. Oh, lekker vissies hier, joh. Oh, ga even happie nemen. Oh. Lekker vissies. Ik kan ons wel gewoon nog een gewone fishing rod maken. Dan kan ik gewoon die visjes blijven vangen voor die sharkbait. Dat ja, we daar ook gewoon echt een stuk of 3 van hebben. Ja, we hebben nog echt zoveel dingetjes die je dan weer... wil gaan doen. Even kijken, wat was dit hier? Dat was zo'n gilletje. Ik ga even kijken of we zo'n groot anker kunnen maken. Ja, ik heb hem hier gevonden. Dan hebben we de ingots. Hebben we. Hintjes moeten we nog eentje van hebben. Die heb ik ergens hier in mijn kist zitten. Yes. Dan hebben we nog 6 rope nodig. En 6 planken. Ik hoor er een meeuw. Nee, ik hoor er ook eentje. Kan je hem gewoon wegjagen? Ja, dat kan ik. Waar is die? Waar zit de scarecrow weer te verwerken? Ja, daar is de scarecrow voor. Dat is zeker waar. Heb jij palm leaves of plankies? Plankies niet, palm leaves wel. Gimme. Oh, wacht, er is er 1, sorry. Dank je. Even kijken of ik dat ding al kan maken. Ik moet nog 3 ropes hebben en nog 4 planken. Maar dat komt vanzelf wel. We komen al langs heel veel spul. Maar je hebt natuurlijk die haak ook natuurlijk. Maar ik heb helemaal vergeten dat je ook gewoon lekker kan haken. Tuurlijk. Gewoon. Geen probleem. Ik heb 4 planken voor je. Gimme. Ligt naast de scarecrow. Oh, yes, thank you. De plank heb ik genoeg. Ik moet nog 3 leaves. Oh, die heb ik. Oh, thank you. Dan kan ik dat nu. Yeah, mijn stationary anker hebben we. Laten we die hier zo maken of zo. Of kan je hier nog een gat maken? Ergens? Met X? Oh, hier middenin? Ja hoor, ja. Met je haak en dan kan je met X kan je iets openen. Oh. Oh, met mijn haak moet ik dat doen? Ja, ja, dan staat de X, zeg maar. Dan kan je X remove. Oh, maar... Oh, nu kan het wel. Huh? Ik heb X ingedrukt, maar het gebeurt niks. Oh. Oh, nee. Dan moest je met de bijl doen. Dat was het. Heb jij een bijl? Ik heb... Ja. Ja. Ja, dan kan je er eentje weghakken. Oh! Yeah. Uh-oh. Hij is wel heel groot. Hij is wel aanwezig. Wat, het anker? Ja, het was groot. Oh god, dat is zo eentje. Ja, dat is een joekel. Oh god, die is zo flink. Groot. Ja, die is flink. Ja, daar hebben we niet over nagedacht. Maar, we hebben hem wel, Don. Dan gaat dat het zeker. Oh mijn god, oké. Okay. Ah, meeuw! Ga weg. Oké, zeewiet moeten we ook eventjes gaan verzamelen als het eenmaal kan. Ja. Dat is de dream wat we hebben. Die netlarge ben ik wel heel nieuwsgierig naar, want ik zag niks dat we daar... Ik wil een sweep net maken. Dat is voor bugs te vangen. Dus misschien bijtjes dat we daarmee kunnen vangen. Ja. Even kijken. Shovel heb ik. Die heb ik nog niet gemaakt. Moet ik een bolt hebben. Die kan ik maken. En als ik nog 2 planken heb. Een shovel. Ja, maak wel even een shoveltje. Geen probleem. Een shoveltje. Ja, maak eens zo'n shovel. Ik ga even zo'n lekkere shovel maken, joh. Weet je wat jij moet doen? Wat ik? Hè? Huh? Even zo'n lekkere shoveltje maken. Nou, wat een remedy. Ah, Don, help! Okay, we good. Oké, cool. Okay, dan moet ik even nog 3 paar... Elf, dit is het! Oh mijn god! Kapitein! Nu hebben we het anker, dus we kunnen er fucking makkelijk naast staan. Ja, dat is de dream. Daar gingen we voor. De dream. Okay, die plankje wil ik hebben. Hoppa, dankjewel. Heb je er nog meer nodig? Nee, ik heb er nu genoeg. Weet je het zeker? Want ik pak het volgens mij voor je neus. Nee, ik heb er nu 6. Oh, geen me. Dit stinkplankje hier, die weggaat van ons, dank je. En dan kan ik shovel maken. Yes, I can shovel now. Doen. Rinnen me tot night. Please. Oké. Okay.
Bij deze ben jij Sir Link. Yes. En dan mag jij shovelen op het vasteland. Yes, Link. I am now Shovel Knight. Oh, oh ja, veel. Daar deed je het voor, klootzak. Yep. Maar als je... Oh, dan ben je geridderd. Ja. Nou, dan ben je toch eigenlijk gewoon Sir. Ja, nou ja, ik wil de knight zijn, ja, weet ik veel. Ja, oké. Dat was geintje, geintje leuk. Dat was een joke. Ja, dat was een goede joke. Ja, mag wel wezen. Goeie meme. Dat was een meme. Kids van tegenwoordig ben like, ja, leuke meme. Alles is een meme. Eén grapje is gewoon een keer verteld. Klop, wie is daar? Weet ik niet wie. Meme. Oh, wat goed. Ik zat er wel zelf van, ze hebben eerst mijn shovel eigenlijk plastic, maar dat is mijn paddle die ik heb. Kan ik met mijn shovel ook paddelen? No, I can't. Plastic knife. Ik zie die meel weer boven ons, vind ik niet leuk. Ah, ja, maar lekker. We hebben niks geharvest. Nee. Of tenminste, alleen dit bloempje. Ja, dat bloempje mag die hebben ook. Wat moeten wij hebben? Klei? Klei hadden we nog nodig, ja. Oké. Okay. Ja, dus hoeveel klei en zand is altijd goed. Steen hebben we niet meer nodig. En kopper ook niet per se. Metal zal altijd nog wel fijn zijn. Roep jij wanneer ik moet ankeren? Want ik zie iets. Doe maar een 3, 2, 1, nu. Joe. Wat een pochding. Echt poch. En poch. Oh, en als we zometeen denk ik naar links gaan, dan zie ik ook een zo'n refje. Plot. Ja, vlot. Oh, ja. Oké. Ik heb nog geen shark bait, maar ik ga nog wel even vissen voor die shit. Oké. Ja, vissen hebben we toch ervoor genoeg? Nee, we hebben niet de juiste. Echt niet? Ik moet nog een makreeltje en een pomfretje en een dingetje. Oké. Ah, ik heb geen speer. Ik moet even een speertje maken. Prik. Oké, dan ga ik even het eiland even looten. Ga ik even deurtje pakken, ga ik even boompje maken, even de dream. Okay. Kijken wat we hiervan kunnen krijgen. Misschien komen we wel Maya erbij tegen. Oh. Dat would be poggers. Nou, een boompie 1 is alweer weg. Ik zie dat er wel wat zeewieren dingetjes hier zijn. Dat is wel top. Ik zal het even looten. Oh ja, allemaal kleine eilandjes. Ik ben benieuwd wanneer zo'n eiland tegenkomen waar diertjes op zitten. Ja, echt hoor. Maar volgens mij is dat zeg maar, so to speak, het vasteland misschien. Mm. Alleen, ik zou mijn god niet weten waar dat is. Nee, precies. We hebben bijna volgens wel... mij is dat zeg maar volgens je T-handboek. Volgens mij is dat de ultimate goal om op het vasteland te komen. Oké. Uiteindelijk kunnen we wel zo'n radar ding weer maken dat we daarheen kunnen. Ik heb 1 sharkbait nu. Nou, die kan je in principe gooien, denk ik. Oh, wacht. Eerst even shovelen. Wat ik helemaal vergeten, joh. Zit ik helemaal een schat tegen. Hoe shovel ik? Kan dat niet gewoon op specifieke plekken? Geen idee. Ik wil gewoon shovelen. Maar als je gewoon het hele eiland weg kan scheppen, is ook weer een beetje gek. Ja, ik wil gewoon ergens, ja, gewoon shovelen, maar ik kan niet shovelen of zo. Misschien onder water? Nou, lijkt me ook gek. Ja, ik moet dirt hebben. Nou, dan denk ik dat dit dirt zou zijn, toch? Nog stand ook niet. Onder water? Geen idee. I can try. Nope. Ik ben gescampt. Vind ik niet leuk? Kamaz. Ik ga de andere even zo meteen opzoeken. Op die interwebs. Want ik heb gewoon die 5G, weet je wel, gewoon op dit slot. Ja, toch. Ik google gewoon even. Hoe to shovel. Hoe heet het? Zo'n Google-satelliet boven mijn hoofd. Ja, ik heb nu 2 sharkbaits in totaal. Oké. Oh, ik dacht je hem uit had gegooid. Auw. Nee, ja. Ik wil je dat? Nou ja, op zich. Dat zou wel leuk zijn. Ik was al aan het looten. Toen jij zei, ik heb een sharkbait, dacht ik, oh, daar ga ik al. Oké, hij is eruit. Dan moet ik even checken of hij erop springt. Ja, dat zou fijn zijn. Ik zie hem ook al. Oh, en... Ja, daar gaat hij. Go. Toppie. Ik doe hem de achterkant van het eiland al. Sure. Ga ik even en verloren. We zoeken klei en? Klei is altijd handig, zand is altijd handig. En metal, dat is wel de dream. Gewoon scrap. Ja, scrap is ook wel of, goed. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, scrap hebben we ook niet heel veel meer. Dus dat is ook wel wat chill denk ik om te hebben. Ik heb natuurlijk wel van die flippertjes heb ik. Dus ik kan iets verder naar beneden toe, denk ik. Ja, jij gaat sneller. Dus ik kan even kijken wat we verder onder kunnen vinden. Nodig? Nou, koppen niet meer. We hebben echt nog 2 stacks of zo liggen. Okay. Ja, als je hem mee kan nemen, dan is geen probleem. Ik kan wel naar beneden toe, maar... Ik zie nog niks, zeg maar, daar beneden. Klote meeuw is nu bezig, nou, fuck dat. Oké, dan ga ik daar niks mee even pakken. Ik denk dat we meer dingetjes daarvoor nodig hebben. Om verder naar beneden te mogen. Is er zo'n oxygen tank misschien? Ja, dan moeten we even zo'n bottle flare ding maken. Maar dan moeten we een zeewier voor hebben. Oh, en de haai is klaar met eten. Oké, ik ga op het land en dan gooi ik er nog een. Yes. Ah, hij gaat alweer achter me aan. Sorry. Ik gooi hem... Hop.
Oh, hey. Hij is bij mij. Ja, hij is niet heel ver, maar hij gaat er wel naartoe. Als hij hem voelt, hè? Voelt hij hem? Nah. Volgens mij heb ik hem misschien weggelokt nu. Ja, ga naar jou. Ja, hij komt achter mij aan. Wat een hond. Nee, hi. Oh, juist. Hij zwemt wel dicht bij het land. Misschien kan ik hem prikken. Prik hem dan. Nou, reset hij wel nadat hij naarheen wilt. Baby, check dit. Pogger, you? Oh, hij gaat erheen, denk ik. Nou. Met een omwegje, hoor. Ik heb er niet helemaal veel zin in. Nou, stik hem maar in. Ga ik ook lekker loot ook. Maar dan komt hij meteen razend naar mij toe. Ja, hij gaat ook gewoon langs je naar mij toe. Wat een hond. Doet hij het gewoon weer. Ja, hij gaat dan meteen naar mij toe. Nou, ik haal het kopje hier even nog van de... Ligt dat ding te ondiep? Nee, toch? Nee, hij zou niet moeten uitmaken. Als hij helemaal in het water ligt, ligt hij in het water. Ja. Plus, dat beest zwemt ook gewoon in het meest ondiepe wat je kan bedenken. Ja. Oh, gaat hij erheen? Ja. Oh, hij zwemt er letterlijk onderdoor. What the fuck? Dat ding heeft een IQ van 3 of zo. No, oh ja, hij is bij mij. Oh, ik zie ook een containertje hier gewoon, joh. Gozertje. Hoppa, meenemen. Oh, zie je dat hele ding daar? Aan spul? Al die dozen? Oh, ik ben trouwens aan het verdrinken. De hele doos zijn naar boven toe gaan om inventory vol zat. What the frick? Gas, what the frick? Oh, we hebben zoveel spul, joh, nu. Niet normaal.